die emerging compounds, die nieuwe stoffen, dat die nog nooit bekeken zijn in van hey, hoe optimaliseer ik mijn waterzuiveringsinstallatie voor die stof. NWO domein TTW financiert alleen excellente wetenschap. Dus we kunnen deze wel beschouwen als grensverleggende, excellente onderzoeken. Ik ben Jan Hendricks, ik werk bij de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit in Wageningen en daar ben ik hoogleraar. We zijn nu bij NWO, omdat er een nieuw programma is voor Emergent Compounds, heette die wel. Het project heet afgekort Kerkerk. We gaan kijken naar hoe stoffen worden afgebroken in waterzuiveringsinstallaties. En dan gaat het met name om stoffen waar we nog weinig naar gekeken hebben. Stoffen met een lading, we kijken altijd naar neutrale stoffen. En we willen kijken of we goed kunnen snappen hoe die afbraak gaat, maar vooral ook hoe we die kunnen optimaliseren. Zodat de hoeveelheid van die stoffen die in het milieu terechtkomt uiteindelijk een stuk minder zal worden. Met name medicijnen zullen wij naar kijken. En daar maken we dan een selectie uit, stoffen die belangrijk zijn in de betreffende wateren. Dan halen we bacteriën uit waterzuiveringsinstallaties naar het lab toe. Daar gaan we ze opwerken, verrijken zoals dat heet, zodat die bacteriën beter hun best kunnen doen. En dan gaan we kijken hoe goed die afbraak is en hoe goed we die afbraak kunnen verbeteren door de temperatuur iets te verhogen, door het zuurstofgehalte iets te verlagen, etc. En tegelijkertijd proberen we ook te snappen wat er gebeurt, zodat we wat we gedaan hebben voor een paar stoffen in het lab kunnen vertalen naar andere stoffen die we niet experimenteel gaan onderzoeken. En als we eenmaal doorhebben hoe we die afbraak optimaal hebben, dan gaan we terug naar die waterzuiveringsinstallaties en dan proberen we het daar beter te maken. En uiteindelijk gaan we kijken of onze techniek in termen van kosten, van geld, maar ook in termen van energie, beter is dan de bestaande technieken. Zodat we een bewuste afweging kunnen maken voor de techniek die we willen gebruiken om afvalwater te zuiveren. We kijken tegelijkertijd bij de bestaande stoffen wat we daarvan kunnen leren om voor de toekomstige stoffen toch al een inschatting te kunnen maken van hoe je die het beste kan laten afbreken.